John, onvoorstelbaar hoe we je verliezen. Ja, dat verwoord je goed. Dat is, ja, is enorm zuur. Als je hier naar Emmen toe komt, dan ben je gebrand om 3 punten mee te nemen. En je staat met lege handen. Ja, op veerkracht maak je de 2-2, waaronder een goal van jou. Dan wil je nog meer, maar je krijgt juist minder. Ja, exact. Je komt eigenlijk heel snel kom je in één keer weer op een gelijke stand. En denk je van, nou, dan ga je er nu overheen. Ja, en uiteindelijk krijg je zo'n zondagschot die erin valt en verlies je hem even goed nog. Dus dat is wel enorm zuur, ja. Even terug naar het begin, die eerste helft. Je hebt het vanaf de bank beleefd. Wat was er aan de hand? Ja, ik had het idee dat Emma begon veel scherper. Wonnen eigenlijk elk duel. Dat dekte niet goed door op hun aanvallende middenvelder. Waardoor zij steeds een uitweg hadden om onder onze druk uit te voetballen. En we legden het af op strijd. Tweede helft breng je wel dezelfde strijd als dat zij doen. En dan zie je dat we gewoon kwalitatief gewoon een hele goede ploeg hebben. En dat je wel gaat voetballen. Vandaar dat je ook terecht weer op 2-2 komt. Alleen, ja, maakt het wel behoorlijk zuur dat je dan alsnog die laatste om je oren krijgt. En dat je even goed gewoon met niks naar huis gaat. Is er dan in de rust iets omgezet of gezegd? Ja, nee, natuurlijk. Uiteindelijk, er hoeft weinig omgezet te worden. Het had gewoon puur met de arbeid te maken. En alle energie en strijd die je erin steekt. Dat was gewoon niet voldoende de eerste helft. En de tweede helft doe je het wel. En ik denk, dat moet wel een basis zijn voor elke wedstrijd, dat je volle bak gaat. En natuurlijk, je kan niet elke wedstrijd fantastisch spelen, maar de strijd moet wel altijd vanaf minuut 1 aanwezig zijn. En daar hebben we ons tekort in gedaan. Ja, je komt erin en koud in het veld maak jij de aansluitingstreffer. Dat is voor jou wel even een lekker moment. Ja, tuurlijk. Nou ja, goed. Het is algemeen bekend dat ik bouw met de geringe speelminuten. Dus de minuten die je krijgt, die probeer je zo goed mogelijk in te vullen. En dan is een goaltje altijd welkom. Maar, ja, het was lekkerder geweest als we uiteindelijk met resultaat die bus in waren gestapt. En nu overheerst toch wel de teleurstelling. Want had jij ook het gevoel na die 2-2 van Thomas Nees ziet dat de wedstrijd eigenlijk nog maar één kant op kon vallen en dat was die van ADO Den Haag? Ja, maar ik denk dat iedereen dat kon zien. Dat op een gegeven moment waren wij de bovenliggende partij en zij kwamen er ook niet meer uit. En dan ga je ook gewoon voor die derde. Ja, en uit het niets valt die derde voor hun. En ja, enorm zuur. Echt een heel rot gevoel, maar we moeten door. Vrijdag staat er weer een nieuwe wedstrijd thuis. En dan hopen we met alle supporters in het stadion een hele goede pot neer te zetten. En we moeten gewoon vooruit. Ja, PEC Zwolle, ook een pittige pot, maar voor het eigen publiek hopelijk wel. Ja, nou ja, goed. Ja. Kijk, thuiswedstrijden, dat is toch altijd anders dan uit. Het staat gelukkig dicht bij elkaar. Zo moet je misschien ook relativeren. En we hadden hier moeten winnen, vind ik. We hadden in het linkerrijtje gestaan. En het staat heel dicht bij elkaar. Het seizoen is zeker niet verloren. Deze wedstrijd wel. Maar vrijdag een nieuwe wedstrijd. Vol gas geven. En gaan voor een goed resultaat.